Wie heeft er nog nooit op een mooie zomernacht naar de Melkweg gekeken? Wat is er mooier en rustgevender dan op zoek te gaan naar degene die het mooiste, het helderste, het meest toegankelijke lijkt tussen deze ontelbare sterren? Wat als ik je een ongelooflijke reis door de Melkweg voorstel? Ben je klaar voor een avontuur door onze Melkweg? Ben je klaar om het oneindig grote onder ogen te zien? Ik beloof je een rondreis zonder enige slechte ontmoeting. Nog meteoriet, nog asteroïde. Maar eerst, als je dat nog niet gedaan hebt, denk er dan aan om de video te liken en je te abonneren om het kanaal te steunen. Bedankt allemaal en een goede reis. Je hebt zeker al de Melkweg geobserveerd. Vanaf onze mooie planeet Aarde hoef je alleen maar je ogen op te heffen naar de hemel, bij een mooie sterrennacht. U kunt soms een grote witachtige band onderscheiden, die niets anders is dan de opeenstapeling van een onberekenbaar aantal sterren. De Melkweg dankt zijn naam aan dit melkachtige uiterlijk. Deze witachtige band vormt een boog van ongeveer 30 graden aan de donkere hemel. Hoewel de Melkweg met het blote oog niet zo helder lijkt, straalt hij als 10 miljard zonnen. Zijn licht wordt echter grotendeels vertroebeld door het licht van de maan, maar vooral door lichtvervuiling. Daarom is het, om de Melkweg op zijn best te observeren, noodzakelijk om de zones te bevoorrechten die het verst van het nachtlicht verwijderd zijn. Na het kunstlicht te hebben vermeden, is het ook noodzakelijk de straling van de maan te vermijden en een moment te kiezen waarop deze zich onder de horizon bevindt. Niet de hele Melkweg is zichtbaar vanaf de aarde, maar er kunnen ongeveer 30 sterrenbeelden worden waargenomen. Hij strekt zich uit van het noorden, waar we het sterrenbeeld Cassiopeia kunnen zien, tot het zuiden met het sterrenbeeld Zuiderkruis. Het galactische vlak is ongeveer 60 graden gekanteld ten opzichte van het vlak van de aardbaan. Door deze sterke helling kan de Melkweg, afhankelijk van de tijd van het jaar, heel hoog of heel laag aan de hemel verschijnen. Maar dit zichtbare deel is in feite slechts een dwarsdoorsnede van de Melkweg. 1000 tot 3000 lichtjaar dik is de Melkweg het sterrenstelsel dat ons zonnestelsel herbergt. In de vorm van een spiraal strekt de Melkweg zich uit over ongeveer 100.000 lichtjaar en telt 100 tot 400 miljard sterren, waaronder onze zon. We kunnen evenveel planeten tellen, maar het exacte aantal sterren waaruit de Melkweg bestaat is onmogelijk. Astronomen schatten hun aantal door af te gaan op de massa van deze gigantische structuren. Maar er is één groot probleem. De Melkweg bestaat niet alleen uit sterren. Ons sterrenstelsel bevat naast sterren ook donkere stofwolken, zwarte gaten, bruine dwergen, sterren, planeten, asteroïden, kometen en andere materie waarvan de aard tot op heden onbekend is, waaronder de mysterieuze donkere materie. Anderzijds kunnen we vaststellen dat de kleinste sterren, zoals rode en bruine dwergen, het talrijkst zijn. De veel grotere sterren komen veel minder voor. En om de meeste sterren draaien veel exotische planeten. De Melkweg is dus het sterrenstelsel waartoe ons zonnestelsel behoort. Als een spiraal heeft het een centrale bol die een superzwaar zwart gat is. De massa daarvan wordt geschat op 4 miljoen keer die van de zon. Dit centrale punt is omgeven door een bolvormige galactische halo, die voornamelijk bestaat uit sterren en bolvormige sterrenhopen. Deze halo wordt begrensd door twee satellieten van de Melkweg, de
Grote en Kleine Magellaanse Wolk. Deze markeren een grens waarbuiten de baan van de objecten niet langer door de Melkweg lijkt te worden beïnvloed. Vanuit het centrum beginnen verschillende spiraalarmen, waaronder de Heersersarm, de Zuiderkruisarm, de Boogschutterarm, de Orionarm, waar ons zonnestelsel zich bevindt, en de Perseusarm, die het verst van het centrum van het Melkwegstelsel verwijderd is. Ons zonnestelsel, dat zich in de arm van Orion bevindt, bevindt zich bijna aan de rand van ons Melkwegstelsel. De afstand die het scheidt van de galactische kern wordt geschat op ongeveer 28.000 lichtjaar. De ruimte kent echter geen grenzen en onze Melkweg behoort zelf tot een groep sterrenstelsels die de lokale groep wordt genoemd. Tot deze groep, die bestaat uit ongeveer 50 sterrenstelsels, behoort ook een ander sterrenstelsel van een grotere omvang, het Andromeda-stelsel. Deze cluster van sterrenstelsels maakt zelf weer deel uit van de supercluster Virgo, die op zijn beurt weer deel uitmaakt van een nog grotere structuur, de supercluster Laniakea. Als we ons allemaal afvragen hoe sterren en sterrenstelsels worden geboren, hebben we nu wat antwoorden, dankzij het onderzoeksprogramma van de Europese missie Gaia. Zo'n 800.000 miljoen jaar na de oerknal, ongeveer 13 miljard jaar geleden, maakte het heelal een zeer actieve periode door. De eerste dwergstelsels werden geboren. Door samensmelting werden ze gestructureerd tot massievere sterrenstelsels, zoals onze Melkweg. Onze Melkweg is dus het resultaat van een botsing tussen twee andere kleinere sterrenstelsels, ongeveer 10 miljard jaar geleden. Bij deze botsing werden enkele sterren in tumultueuze banen geslingerd, waardoor de halo van de huidige Melkweg werd gevormd. In de daaropvolgende 4 miljard jaar ontstonden chaotische stervormingen, waardoor we onze Melkweg kregen, praktisch zoals we die nu kennen. Net als andere spiraalstelsels is onze Melkweg voortdurend in beweging en volgt hij een rotatiecurve. De sterren, het interstellaire gas en de gewone materie in de Melkweg draaien rond het galactisch centrum op een manier die geen verband houdt met hun afstand ertoe. De zwaartekracht tussen twee hemellichamen kan de hemelse mechanica volledig overstemmen. Volgens de wetten van Kepler ondervinden hemellichamen die rond een massiever lichaam draaien daarom een versnelling van hun snelheid als ze dat lichaam naderen en een vertraging als ze zich ervan verwijderen. Bovendien worden volgens het standaardmodel van de oerknal verre hemellichamen waarschijnlijk beïnvloed door donkere materie, die geen elektromagnetische golven uitzendt of absorbeert. Hoewel onze Melkweg voor ons enorm lijkt, wordt hij op de schaal van het heelal oneindig klein. In 2016 schat de Hubble ruimtetelescoop dat er bijna 2 biljoen sterrenstelsels zijn. Toch bevat onze Melkweg alleen al minstens 100 miljard planeten en 100 tot 400 miljard sterren. In 2013 gingen waarnemingen van de Kepler-telescoop ervan uit dat er minimaal 40 miljard planeten ter grootte van de aarde rond een ster in de bewoonbare zone van planetenstelsels draaien, gecentreerd rond een tweeling van de zon of een rode dwerg. Ook moet worden opgemerkt dat onze Melkweg een pad is dat wordt afgelegd door sterren buiten ons Melkwegstelsel. Er zijn er ongeveer 20 geteld die reizen met een snelheid van 2 miljoen kilometer per uur. Er zijn ook mysterieuze exokometen waargenomen, maar hun oorsprong is nog onbekend. Maar waarin evolueren deze sterren of kometen? Ze baden in het interstellaire medium, een mengsel van gas, stof en kosmische straling. Hoe dichter het galactisch centrum is, hoe dichter de concentratie van sterren en bolvormige sterrenhopen. Omgekeerd, hoe verder weg van de galactische kern, hoe meer de dichtheid van sterren afneemt, waardoor de nevels
geleidelijk verdwijnen. Laten we nu onze veiligheidsgordels vastmaken. Na het observeren van de Melkweg vanaf de aarde, stel ik voor om jullie mee te nemen op een interstellaire reis door ons prachtige Melkwegstelsel. Zijn jullie er klaar voor? Kijk uit voor het opstijgen. Onze reis begint met de verkenning van onze natuurlijke satelliet, de maan. 384.000 kilometer scheiden ons ervan. Een auto met een gemiddelde snelheid van 100 km per uur zou 160 dagen nodig hebben om zijn bestemming te bereiken. Maar ik stel een reis met de snelheid van het licht voor. Minder dan een seconde is genoeg om de maan te bereiken. De diameter van de maan is 3500 km, oftewel een derde van de diameter van de aarde. De maan is een rotsachtig object, waarvan het oppervlak bezaaid is met kraters. Deze zijn het resultaat van talrijke botsingen met asteroïden, die al miljarden jaren duren. Verstoken van atmosfeer, zonder water of vegetatie, verandert haar aanzicht niet met de tijd. Het is u waarschijnlijk opgevallen dat wij altijd dezelfde kant van de maan kunnen zien. Dit komt doordat haar rotatie synchroon loopt met die van de aarde en haar omwentelingsperiode. Deze synchroniciteit is het gevolg van het feit dat de maan is ontstaan tijdens een botsing tussen de aarde en een zeer grote asteroïde, 4,5 miljard jaar geleden. Uit een grote verzameling brokstukken is toen onze maan ontstaan. Haar uiterlijk verandert echter afhankelijk van haar stand ten opzichte van de aarde en de zon, omdat de maan geen licht uitstraalt. Zij weerkaatst alleen het licht van de zon. Wanneer de aarde perfect op één lijn staat met de zon en de maan, staat de maan dus in de schaduw van de aarde. Dit wordt een maanverduistering genoemd. Bovendien kan de maan een rood-oranje kleur aannemen wanneer de zonnestralen de atmosfeer van de aarde doorkruisen. Afgezien van de zon en de maan heeft u zeker al eens een ster waargenomen die alleen aan de hemel schittert. Hij is 's morgens en 's avonds aan de verduisterde hemel gemakkelijk te zien en wordt de herdersster genoemd. Het is in feite de planeet Venus. Venus is de tweede planeet van het zonnestelsel die we tegenkomen als we ons van de zon verwijderen. 41 miljoen kilometer scheiden haar van onze planeet Aarde. Haar grootte en geologie maken haar tot de tweelingzus van onze planeet Aarde. Zij ontvangt echter bijna dubbel zoveel zonnestraling. De gemiddelde temperatuur van haar oppervlak bedraagt 460 graden Celsius. Het gevolg van deze extreme omgeving is zijn dikke, bewolkte atmosfeer die een broeikaseffect veroorzaakt en een atmosferische druk die 95 keer hoger is dan op aarde. Leven is daarom onmogelijk. Het jaar van Venus is korter dan de dag. Haar zeer trage rotatie, in de tegenovergestelde richting van die van de aarde, vergt 243 aardse dagen om een volledige omwenteling te maken. Daarentegen zijn er slechts 225 dagen nodig voor een omwenteling rond de zon. Laten we nu de laatste planeet ontdekken die ons van de zon scheidt, Mercurius. Deze planeet, als hij het dichtst bij de zon staat, is ook de kleinste van het zonnestelsel, met een diameter van 4879 kilometer. Wanneer hij het dichtst bij de aarde staat tijdens zijn omwenteling om de zon, is hij 90 miljoen kilometer van ons verwijderd. Er zouden meer dan 2600 dagen nodig zijn om hem met een ruimtesonde te bereiken. Maar tegenwoordig reizen we met de snelheid van het licht en zijn 5 minuten voldoende om hem te bereiken. Net als de aarde en Venus is Mercurius tellurisch. Dat wil zeggen dat het bestaat uit rotsen en metalen. Door het bombardement van zijn oppervlak door zonnewinden heeft het bijna geen atmosfeer. Bijgevolg ondergaat hij temperatuurschommelingen die in het zonnestelsel hun weerga niet kennen. Overdag kan hij meer dan 430 graden Celsius bereiken en 's nachts dalen tot min 180 graden.
Zijn oppervlak, bezaaid met kraters, doet sterk denken aan dat van de maan. Het is afwisselend een rotsachtige woestijn en hete of ijzige lava. Nadat we de temperaturen van Mercurius en Venus onder ogen hebben gezien, kunnen we een duik nemen in het hart van onze imposante meester Zon. Deze middelgrote ster, met een diameter van 1,4 miljoen kilometer, is het centrum van ons zonnestelsel, waar de planeten omheen draaien. Hij heeft 25 aardse dagen nodig om een volledige omwenteling te maken. De zon alleen vertegenwoordigt 99,8% van de massa van het zonnestelsel. Haar grootte komt overeen met 110 keer die van de aarde. Haar afstand tot de aarde van 150 miljoen kilometer beschermt ons tegen haar hitte. De temperatuur van haar oppervlak bereikt 5500 graden Celsius. De kern van de zon beslaat een vijfde van haar totale volume en haar temperatuur ligt tussen de 1,5 en 15 miljoen graden. Hier vindt de kernfusie van waterstofatomen plaats, waarbij zonne-energie vrijkomt in de vorm van fotonen. Deze fotonen doen er 100.000 jaar over om de fotosfeer te bereiken. Dat wil zeggen het zichtbare oppervlak van de zon in de vorm van licht en warmte. De atmosfeer van de zon is onderhevig aan een intens magnetisch veld. En het plasma waaruit hij bestaat is de plaats van zonnevlammen die op hun beurt zonnewinden genereren. Zoals alle sterren heeft onze zon echter een beperkte levensduur. Met een leeftijd van 5 miljard jaar is zij halverwege haar bestaan als zodanig. Wanneer zij 10 miljard jaar bestaat, zal zij haar lichtkracht verliezen en evolueren tot een rode reus, alvorens uiteindelijk uit te sterven. Terug op onze geliefde planeet Aarde stel ik nu voor om nog verder te reizen. Laten we het hart van ons zonnestelsel verlaten en de Melkweg ontdekken. Wat als we op zoek gaan naar Marsmannetjes? Na Venus is Mars de planeet die het dichtst bij de aarde staat. Mars staat op ongeveer 70 miljoen kilometer afstand en beweegt ook voortdurend rond de zon. En zijn elliptische baan houdt hem het grootste deel van de tijd ver van ons vandaan. Als de aarde er een jaar over doet om rond de zon te draaien, doet Mars er bijna 2 jaar over. Uw reis verloopt vandaag met de snelheid van het licht en u hebt slechts enkele minuten nodig om deze prachtige rode planeet te bereiken. Half zo groot als de aarde met een diameter van 6794 kilometer. Door zijn afstand tot de zon heeft hij een gemiddelde temperatuur van ongeveer min 65 graden Celsius. Vooral omdat zijn atmosfeer 150 keer minder dicht is dan die van de aarde, waardoor hij slechts een zeer beperkt broeikaseffect heeft. De temperaturen schommelen daarom tussen min 133 graden Celsius en plus 27 graden. De atmosfeer van Mars is voortdurend geladen met stof dat gedeeltelijk bestaat uit ijzeroxide, wat een min of meer okerkleurige hemel verklaart, afhankelijk van het seizoen. Zijn oppervlak is ook het toneel van grote stofdeeltjes, als ze niet bevroren zijn. Mars heeft geen water, nog oceaan, nog zee, nog rivier stroomt er doorheen. Maar het heeft vele bergen, waaronder de berg Olympus, die zijn hoogtepunt bereikt op 26 kilometer. Het is bovendien de hoogste vulkaan in het zonnestelsel. Vanaf Mars kunnen we zijn 2 natuurlijke satellieten waarnemen, Deimos en Phobos, die net als onze maan in een baan om Mars draaien. Laten we onze reis door onze Melkweg hervatten. We steken de asteroïdengordel over die Mars van Jupiter scheidt. Maar maak je geen zorgen, onze reis met de snelheid van het licht zal slechts enkele schokken zonder schade tegenkomen. Deze zone, als een gordel, omgeeft het centrum van het zonnestelsel, waar we net doorheen zijn gereisd.
Deze gordel bestaat ongetwijfeld uit restanten van het primitieve zonnestelsel, die nooit zijn samengeklonterd tot een planeet. In het eerste buitenste deel, dichter bij Jupiter, zien we asteroïden van het C-type, rijk aan koolstof, die 75% van alle zichtbare asteroïden in de gordel vertegenwoordigen. Het tweede deel, het binnenste deel van de gordel, vertegenwoordigt 17% van de planetoïden. Deze, van het type S, zijn voornamelijk geladen in silicaten. Het derde deel tenslotte, dat het dichtst bij Mars ligt, vertegenwoordigt slechts 10% van de planetoïden. Deze zijn van het type M en zijn rijk aan metalen. Er draaien enkele honderdduizenden asteroïden rond ons melkwegstelsel. Sommige zijn zo groot als een stofkorrel, andere, planetoïden genoemd, hebben een diameter van enkele honderden kilometers. Van de hemellichamen die de planetoïdengordel vormen, kunnen we de vier grootste noemen. Ceres, Vesta, Pallas en Hygaia. Samen vertegenwoordigen zij bijna de helft van de totale massa van de gordel. Ceres wordt zelfs beschouwd als een dwergplaneet en vertegenwoordigt een derde van de totale massa. Elke asteroïde is gemiddeld een miljoen kilometer van elkaar verwijderd. Maar één ervan heeft de aandacht van astrologen getrokken. Het is Antiope, een binaire asteroïde van het C-type, donker en koolstofhoudend. Samengesteld uit twee lichamen van 90 kilometer elk, die rond hetzelfde zwaartepunt draaien, zijn ze slechts 170 kilometer van elkaar verwijderd. U kunt er echter zeker van zijn dat de asteroïdengordel in wezen leeg is. Uw reis naar Jupiter, aan de andere kant van de asteroïdengordel, verloopt in kosmische sereniteit. Na met de snelheid van het licht de 550 miljoen kilometer te hebben afgelegd die Mars van Jupiter scheiden, na de asteroïdengordel te hebben doorkruist, kunnen wij deze reus, die wij gewoon zijn vanaf onze aarde te observeren, beter bewonderen. Jupiter is inderdaad het vierde helderste object aan onze sterrenhemel, na de zon, de maan en Venus. Jupiter is de vijfde planeet van het zonnestelsel. Maar deze rangschikking houdt rekening met de afstand van de planeten tot de zon, want Jupiter is qua grootte de grootste planeet van ons stelsel. Op zichzelf is hij groter dan alle andere planeten van het zonnestelsel samen. Zijn equatoriale straal bedraagt 71.492 kilometer, meer dan 11 maal die van de aarde. Hij reist door het melkwegstelsel met een omloopsnelheid van 47.052 kilometer per uur en voltooit de baan rond de zon in 11,86 jaar. Zijn rotatie op zichzelf is zeer snel en duurt slechts 10 uur, waardoor een centrifugale versnelling optreedt bij de evenaar. Dit effect is vanaf de aarde zichtbaar met een eenvoudige telescoop. We kunnen dan de afgeplatte vorm van Jupiter onderscheiden, waarvan de evenaar pol staat en de twee polen afgeplat zijn. Als we de planeet naderen, kunnen we drie ringen onderscheiden, donker, voornamelijk bestaande uit stof. De eerste heet Gossamer. Hij is 95.700 kilometer breed en zeer dik. Een tweede ring, de hoofdring genoemd, is 7.000 kilometer breed. Deze is zeer dun en vrij helder. Ten slotte ontdekken we de derde ring, torisch van vorm en 22.000 kilometer breed, genaamd Halo. Deze ringen vormt het Joviaanse ringsysteem dat de gasreus omgeeft. Jupiter is weliswaar de grootste van de planeten, maar niet de dichtste, want hij bestaat hoofdzakelijk uit gas. Hij behoort dus niet tot de zogenaamde tellurische planeten zoals de aarde. Hij heeft geen echt oppervlak en zijn samenstelling is vergelijkbaar met die van de zon. Hij heeft waarschijnlijk een rotsachtige kern, maar in de kern bevindt zich een mantel die voor het grootste deel bestaat uit metallische waterstof, maar ook uit helium. Er zijn ook sporen van ammoniak, methaan en water waarneembaar.
de snelle rotatie van Jupiter, gecombineerd met zijn gasvormige samenstelling, zorgt voor een atmosfeer die herkenbaar is aan de afwisselende kleurbanden, afhankelijk van de breedtegraad, tinten bruin en crème. Jupiter heeft een onstuimig weer, sterke turbulenties. Zelfs stormen met hevige winden van 600 km per uur verschijnen langs deze gekleurde banden. Bovendien is een rode vlek zichtbaar, zo groot als 3 tot 4 keer onze aarde. Het is een gigantische tornado die veel stof met zich meedraagt. Jupiter, waarvan het bestanddeel hoofdzakelijk gasvormig is, heeft meerdere atmosferische lagen. Onze reis voert ons eerst naar de bovenste atmosfeer van Jupiter. Deze dunne laag bestaat voornamelijk uit waterstof. Hij is meer dan 1226 graden Celsius. Als we in deze bovenste atmosfeer duiken, daalt de temperatuur snel tot min 236 graden Celsius. De zonnestralen zijn niet meer voldoende om deze onderste zone op te warmen. Hevige winden veroorzaken turbulentie die sterk genoeg is om de verschillende atmosferische componenten te laten mengen. We vinden ongeveer 90% waterstof en 10% helium en kleine hoeveelheden methaan. Vervolgens verschijnen acetyleen en ethaan door de ultraviolette straling van de zon, die de methaanmoleculen afbreekt en vervolgens recombineert tot koolwaterstoffen. Er is ook ammoniak ontdekt. We hebben slechts een tiende van Jupiters atmosfeer afgelegd en de temperatuur is er min 261 graden Celsius. We zitten in het koudste deel van Jupiters atmosfeer. Dit is de tropopauze. Vanaf deze zone begint de temperatuur weer te stijgen, continu, tot aan het centrum van de planeet. Het ammoniakgehalte neemt toe, waardoor een witte wolkenlaag ontstaat en nieuwe chemische elementen verschijnen. Op een afstand van ongeveer 57.000 kilometer onder deze wolkenzone bereiken we de bovengrens van de vaste kern van de planeet Jupiter. Daar is het zeer heet. De temperatuur bereikt meer dan 19.726 graden Celsius. Jupiter zendt namelijk 1,7 keer meer energie uit dan hij van de zon ontvangt, oftewel 70%. Om onze reis zonder problemen voor te zetten, zullen we onze interstellaire reis hervatten in meer comfortabele gebieden. De omgeving bij Jupiter zit vol verrassingen en met reden. Jupiter is één van de planeten van het zonnestelsel die de meeste natuurlijke satellieten heeft. Er draaien momenteel 79 manen omheen. Maar wij zullen ons concentreren op de 4 manen die door Galileo zijn ontdekt, de Galileische manen. De 4 grootste hemellichamen die rond Jupiter draaien zijn, in volgorde van ontdekking, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Deze 4 manen zijn gevormd in een baan om de planeet. Het zijn dus regelmatige manen. Io is de maan die het dichtst bij Jupiter staat. Zijn diameter, groter dan die van onze maan, is ongeveer 3643 kilometer. Zijn omwenteling om Jupiter duurt 1,77 dagen. Gelegen op 421.800 kilometer van zijn planeet, ondergaat hij aanzienlijke wrijving in verband met de aantrekkingskracht tussen deze laatste en zijn 2 naburige manen. Daarom heeft hij een grote geologische activiteit op zijn oppervlak met meer dan 400 vulkanen, waarvan sommige meer dan 500 kilometer hoog zijn. Zijn atmosfeer bestaat uit zwaveldioxide. De tweede maan van Jupiter, Europa, is zonder twijfel de aantrekkelijkste maan. Hoewel zij zeer klein is, met een diameter van 3122 kilometer en bedekt met een mantel van gloeiend ijs van 100 kilometer dik, zou zij een enorme oceaan kunnen herbergen, waardoor aquatisch leven mogelijk is. Bovendien bevat zijn atmosfeer zuurstof, dankzij de waterdamp die vrijkomt door de interactie tussen licht en zijn ijzige oppervlak. Deze gaat in 3,5 dag rond Jupiter.
Ganymedes is met zijn diameter van 5262 kilometer de grootste maan van Galilea. Het is ook de grootste planetoïde van de zon, groter dan Mercurius en de helderste van de Galileese satellieten. Deze maan, die in 7 dagen rond Jupiter draait, bestaat uit silicatenijs. Het bevat een vloeibare ijzeren kern waarvan het volume groter is dan het watervolume van onze planeet Aarde. De convectie van deze vloeibare kern zorgt voor een magnetisch veld op deze enorme Galileïsche maan. Laten we tenslotte de 4e maan van Jupiter ontdekken, Callisto. Zij staat het verst van Jupiter af. Bovendien schijnt zij minder gevoelig te zijn voor het magnetische veld van haar planeet. Met een diameter van 4821 kilometer is het ook een groot hemellichaam. Zijn dichtheid is echter lager. Zijn geologische oppervlak is ouder dan dat van de 3 andere manen die eerder zijn bezocht en zijn dunne atmosfeer bestaat uit zuurstof en kooldioxide. Zijn kenmerken wijzen erop dat er ondergrondse oceanen met vloeibaar water kunnen bestaan. Van de 75 andere satellieten van Jupiter worden er slechts 4 regelmatig genoemd. Deze behoren tot de Amalthea-groep. Deze manen heten Thebe, Amalthea, Adrastee en Metis. Hun baan ligt ook dicht bij Jupiter en hun rotatie is dezelfde als die van de andere reeds bezochte manen. Wat de andere manen betreft, die onregelmatig worden genoemd, hun afstand tot Jupiter is zeer groot en hun banen zijn elliptisch. Na Jupiter te hebben bezocht, stel ik voor onze galactische reis voor te zetten. We gaan nu, nog steeds in ons zonnestelsel en nog steeds in de Orionarm, naar de 6e planeet, Saturnus. Als we ons moment goed kiezen, kunnen we profiteren van een afstand tussen Jupiter en Saturnus die is teruggebracht tot 540 miljoen kilometer. Wanneer Jupiter het sterrenbeeld Waterman verlaat om zich bij het sterrenbeeld Steenbok te voegen, bevindt hij zich zo dicht mogelijk bij Saturnus, die zich in het hart van Steenbok bevindt. De 2 planeten zijn voortdurend in beweging en volgen elk hun eigen baan en kunnen zich tot 2 miljard en 300 miljoen kilometer van elkaar verwijderen. Met de lichtsnelheid is ongeveer 30 minuten genoeg om Saturnus en zijn prominente ringenstelsel te naderen. Deze ringen zijn zo groot dat een eenvoudige amateurtelescoop vanaf de aarde een adembenemend uitzicht kan bieden als je de juiste periode kiest. Maar vandaag komen we dichter dan ooit bij deze ongelooflijke ringen. Hun diameter bedraagt bijna 400.000 kilometer, wat bijna de afstand tussen de aarde en de maan is. Er zijn er 7 en ze zijn dun, de meeste niet meer dan 1 kilometer. Als een ketting op de equatoriale hoogte van Saturnus schitteren ze genoeg om deze planeet nog bijzonderder te maken. Afhankelijk van de evolutie van de planeet Saturnus kunnen we de schaduw van zijn ringen erop geprojecteerd waarnemen. De planeet Saturnus is dan bedekt met zwarte banden die prachtig contrasteren met zijn heldere kleuren. Als deze ringen continu lijken, bestaan ze voor 95% tot 99% uit zuiver waterijs, de rest uit stof en rotsen. Hun grootte kan variëren van een paar miljoenste meter tot een paar honderd meter. De objecten waaruit de ringen bestaan zijn in wezen allemaal van dezelfde structuur, maar hebben niet dezelfde baan om Saturnus. Deze 7 ringen zijn genoemd naar de eerste 7 letters van het alfabet. Zo vinden we, zoals ze ontdekt zijn, de ringen A, B, C, D, E, F, G. Deze indeling bepaalt echter niet hun positie ten opzichte van Saturnus. E is de meest excentrische ring, gevolgd door G, F, A, B, C en D, die het dichtst bij Saturnus staan. Je kunt zien dat deze ringen elkaar niet raken. Ze worden allemaal gescheiden door donkere gebieden met weinig materie, die scheidingen worden genoemd.
Bovendien zijn er binnen een ring ook andere gebieden die worden aangeduid als openingen, waar de dichtheid van deeltjes zeer laag is. Zo zien we dat een enkele ring zelf lijkt te bestaan uit een veelheid van kleine ringen of ringetjes. Sommige ringen zijn groter of dichter dan andere. De ringen A, B en C worden gezien als de dichtste ringen. Zij hebben een grotere hoeveelheid materiaal dan de andere ringen van het Saturnusstelsel. Hun dikte wordt geschat tussen 5 en 20 meter. De A-ring, de grootste van de drie, heeft twee openingen aan de buitenrand en een groot aantal grootschalige dynamische structuren. De Cassini-scheiding scheidt hem van de B-ring. Deze laatste is de dichtste en breedste van de drie. Hij is zeer ondoorzichtig en bevat veel kleine volumestructuren. Wij merken op dat de afstand tussen deze ring en Saturnus niet constant is. De maan Mimas, die ook om Saturnus draait, verstoort namelijk de binnenrand van de B-ring. Ten slotte zien we de C-ring, de binnenste van de drie hoofdringen. Samengesteld uit vele heldere platen, smalle spleten en enkele zeer smalle ringen, heeft deze ring de bijnaam de pannenkoekenring vanwege zijn half doorzichtige uiterlijk. Hoe dichter we bij de ringen van Saturnus komen, hoe magischer het schouwspel wordt. De vier andere ringen, meer diffuus, verschijnen dan. We kunnen een chaotisch schouwspel van materialen bewonderen, met anarchistische bewegingen, botsingen, opeenhopingen van materialen, golven. In werkelijkheid is er een permanente agitatie binnen elke ring, die zelf complexe interacties ondergaat met sommige satellieten van Saturnus, of ze nu permanent of tijdelijk zijn. Als de ringen van Saturnus niet onopgemerkt kunnen blijven, zou hun geaccumuleerde materie niet meer dan een bol van honderden kilometer doorsnee vertegenwoordigen. Hun ontstaan is nog steeds een mysterie. De ringen lijken jonger te zijn dan Saturnus. Zouden het de resten zijn van een komeet die tijdens een passage te dicht bij de planeet door de zwaartekracht uiteen is gevallen? Of zouden het fragmenten zijn van een maan die door een groot hemellichaam is geraakt, die niet aan de omgeving van Saturnus kon ontsnappen en in een baan om Saturnus terechtkwam? In ieder geval maken deze fragmenten Saturnus, afgezien van zijn grote omvang, tot één van de meest fascinerende planeten. Saturnus staat bekend als de tweede planeet qua grootte en massa na Jupiter. Zijn diameter van 120.536 kilometer is gelijk aan 9 keer die van de aarde. Saturnus is een gasreus die in iets minder dan 30 jaar zijn omwenteling om de zon voltooit. Zijn rotatietijd, relatief snel, wordt geschat op 10 uur en verklaart zijn enigszins afgeplatte uiterlijk aan de polen. Vooral omdat hij een zeer lage dichtheid heeft, bijna 8 keer minder dan die van de aarde. Het is ook de enige planeet met een lagere dichtheid dan die van water. De atmosfeer van Saturnus bestaat uit drie lagen. De buitenste laag, die bestaat uit die waterstof en heliumgas, is bezaaid met wolken. Er waaien voortdurend windvlagen tot 1800 km per uur doorheen. De tussenliggende atmosferische laag, waarvan de temperatuur oploopt tot 6000 graden Celsius, bestaat uit vloeibare waterstof. Vervolgens bestaat de laag die het dichtst bij de kern ligt uit vloeibare metalen waterstof. De waterstof is dan in atomaire vorm, waardoor een oceaan van vloeibaar metaal ontstaat, die een krachtig magnetisch veld opwekt. De kern, met een geschatte diameter van 25.000 kilometer, is een mengsel van rots en gesmolten metaal, waarvan de temperatuur meer dan 11.700 graden Celsius bedraagt. Maar laten we teruggaan naar de omgeving van Saturnus en twee van de 82 bekende satellieten ontdekken. Laten we beginnen met de maan Enceladus. Het is de 14e natuurlijke satelliet van Saturnus qua afstand, maar de 6e qua grootte.
Hij bevindt zich in de E-ring, de meest verre van Saturnus. Deze maan, met een diameter van slechts 500 kilometer, heeft niettemin verbazingwekkende kenmerken. Men kan namelijk fonteinen van buitenaards zeewater zien. Vreemd genoeg projecteren deze fonteinen in de atmosfeer een groot aantal elementen die fundamenteel zijn voor de ontwikkeling van het leven zoals wij dat kennen. Deze maan kan ons dus hoop geven dat leven buiten de aarde ooit werkelijkheid zou kunnen worden. Onder haar ijzige omhulsel kunnen wij ons voorstellen dat een oceaan van zeewater aan de oorsprong ligt van deze uitbarstingen van ijzige stralen. Bovendien bevatten deze ijzige wateren veel complexe organische moleculen, wat suggereert dat, als het niet slechts een kwestie van eenvoudige chemische reacties is, er buitenaards leven aanwezig zou kunnen zijn. Laten we iets verder weggaan om Saturnus' 23ste satelliet qua afstand te bekijken, de maan Hyperion. Hyperion is de grootste van Saturnus' onregelmatige manen en draait voorbij de E-ring. Zijn ongewone vorm doet vermoeden dat hij in feite een overblijfsel is van een grotere maan die bij een botsing tussen twee hemellichamen zou zijn verpulverd. Met zijn 410 kilometer en lage dichtheid lijkt hij meer op een ongeordende stapel rotspuin, bevroren kooldioxide, methaan en bijna 40% vacuüm. Dit verklaart zijn oppervlak dat bezaaid is met diepe kraters, waardoor het lijkt op een spons met talrijke glanzende wanden. Inderdaad, overvloedige gebieden van ijskoud water contrasteren met de bodem van de kraters, donkerder. De gemiddelde temperatuur van Hyperion is ongeveer min 180 graden Celsius. Bovendien draait deze natuurlijke satelliet willekeurig en volgt hij een excentrische baan. Wanneer zijn baan die van Titan, de grootste maan van Saturnus, kruist, variëren hun respectieve snelheden. De twee manen beginnen dan een min of meer ritmische dans en bieden ons een cyclisch en ongewoon schouwspel. Laten we onze interstellaire excursie voortzetten en ons van de zon verwijderen. Aan de rand van het zonnestelsel verwelkomen twee ijsreuzen ons met hun blauwe licht, Uranus en Neptunus. Deze twee planeten contrasteren met de diepe zwartheid van de ruimte die schittert met 1000 lichtjes. Als we met de lichtsnelheid reizen, hebben we nog 48 minuten nodig om de afstand tussen Uranus en Saturnus af te leggen. Naarmate we Uranus, de 7e planeet van ons zonnestelsel, naderen, zien we steeds duidelijker de ringen die deze blauw-groene planeet omgeven. Deze ringen, 13 in getal, zijn zeer donker voor de ringen die het dichtst bij het centrum liggen. De verste ringen zijn daarentegen helderder van kleur. Ze bestaan voornamelijk uit rotsen en stof, zijn slechts enkele kilometers breed en dus veel minder bijzonder dan die van Saturnus. Uranus is één van de vier reuzenplaneten. Zijn diameter is 4 keer die van de aarde en bedraagt meer dan 51.000 kilometer. Zijn rotatieas staat meer dan 90 graden schuin en geeft de indruk dat hij op zijn baan rolt. Dit geeft hem de bijnaam liggende planeet. Op een afstand van 2870 miljoen kilometer van de zon duurt zijn omwenteling om de zon meer dan 84 jaar. Zijn atmosfeer, die hoofdzakelijk bestaat uit waterstof en helium, vertoont wolkenlagen op verschillende hoogten. Aan de top van deze wolken, die op het moment van de equinox dynamischer zijn, is de temperatuur min 220 graden Celsius. Uranus is de koudste planeet van het zonnestelsel. Uranus, die iets dichter is dan Saturnus, bestaat uit water, methaan en ammoniak die een klein rotsachtig centrum omgeven. Het is de aanwezigheid van methaan die Uranus een helder blauwe kleur geeft. Op zijn equatoriale hoogte bereiken hevige winden tot 900 km per uur. Deze winden blazen in tegengestelde richting van de rotatie van de planeet. Maar dichter bij de polen veranderen ze van richting.
Bovendien heeft Uranus, net als Venus, de bijzonderheid in tegengestelde richting te draaien van alle andere planeten. Zoals elke planeet heeft ook Uranus natuurlijke satellieten. Er zijn 27 manen bekend. Hun massa is, samen met die van de 13 ringen, zeer klein en vertegenwoordigt minder dan 0,02% van de massa van de planeet. Er zijn 13 binnenste satellieten die dezelfde kenmerken en dezelfde oorsprong hebben als de planeet. Er zijn 5 grote satellieten geïdentificeerd, waaronder Titania, de 8e grootste satelliet van het zonnestelsel. Ten slotte zijn er 9 onregelmatige satellieten, waarvan de banen het verst van de planeet verwijderd zijn. Wat Neptunus betreft, zijn er 2 uur reizen met de lichtsnelheid nodig om hem te bereiken. Op een afstand van 1630 miljoen kilometer van Uranus is het de 8e en laatste planeet van ons zonnestelsel. Zijn diameter, iets kleiner dan die van Uranus, bedraagt bijna 50.000 kilometer. Neptunus heeft dezelfde eigenschappen als Uranus. Hij heeft echter maar 5 ringen die ook donker en dun zijn en uit stof bestaan. Zijn atmosfeer is ook onderhevig aan hevige winden die 2200 kilometer per uur kunnen bereiken en aan stormen. Onder zijn mantel van waterijs, ammoniak en methaan met een hoge temperatuur heeft Neptunus een kern van silicaten en ijzer, waarvan de temperatuur in het centrum meer dan 5000 graden bereikt. Daarom is zijn temperatuur, ook al staat Neptunus verder af van de zon, iets hoger dan die van Uranus, met een gemiddelde van min 218 graden Celsius. Neptunus heeft half zoveel manen als Uranus. Onder de 14 satellieten die worden genoemd, ontkomen we niet aan Triton. Hij vertegenwoordigt meer dan 99,5% van de totale massa die rond Neptunus draait. Zijn diameter van 2700 kilometer maakt hem tot de 7e grootste natuurlijke satelliet van het zonnestelsel. Van de grote satellieten van het zonnestelsel is Triton ook de enige die een retrograde baan heeft. Dat wil zeggen dat hij in de tegenovergestelde richting van zijn planeet draait. Deze bijzonderheid komt waarschijnlijk voort uit het feit dat Triton door Neptunus zou zijn gevangen, terwijl deze zich als dwergplaneet binnen de Kuipergordel ontwikkelde. We zijn nu inderdaad heel dicht bij de Kuipergordel. Dit ringvormige gebied, vergelijkbaar met de asteroïdengordel waar we al doorheen zijn gegaan, is 20 keer breder en 20 tot 200 keer massiever dan de laatst genoemde. Het bevat echter geen asteroïden en dus ook geen rotsachtige lichamen. Het bestaat uit veel meer vluchtige en bevroren materie, zoals water, methaan of ammoniak. Daarom slaat hij een onberekenbaar aantal kometen op die door onze Melkweg komen. In de Kuipergordel kunnen echter 3 dwergplaneten worden waargenomen: Pluto, Makemake en Haumea. Pluto werd lange tijd beschouwd als de 9e planeet van ons zonnestelsel, maar heeft deze status sinds 2006 niet meer. Een recente studie suggereert echter dat de wetenschappelijke gemeenschap een fout heeft gemaakt door Pluto in 2006 van de lijst van planeten in het zonnestelsel te schrappen en hem te degraderen tot Plutoïde. Pluto is inderdaad het 9e grootste object dat rond de zon draait, met een equatoriale diameter van 2376 kilometer. Deze dwergplaneet, waarvan de diameter kleiner is dan die van onze maan, is het eerste transneptuniaanse object dat is geïdentificeerd. Hij bevindt zich op meer dan 4 miljard kilometer van onze planeet Aarde en het kost ons 1 uur en 30 minuten reizen met de snelheid van het licht om hem vanaf Neptunus te bereiken. 248 jaar zijn nodig om rond de zon te gaan, evenals ongewone 150 andere objecten die dezelfde baan volgen, de zogenaamde Plutino's. Maar laten we dichter bij Pluto komen om hem beter te kunnen observeren.
oppervlak is bedekt met bergen en vlaktes. We kunnen ook stikstofgletsjers, methaansneeuw, breuken en zelfs ijsvulkanen onderscheiden. Zijn geologische activiteit is dus relatief actief. Zijn gemiddelde temperatuur door zijn ligging aan de rand van ons zonnestelsel is ongeveer min 230 graden Celsius. Deze dwergplaneet bestaat voornamelijk uit rotsen, ijs, methaan en stikstof. Zijn atmosfeer, die zeer dun is, verschijnt in gasvorm wanneer zijn omwenteling hem dichter bij de zon brengt en in de vorm van ijs wanneer hij zich daarvan verwijdert. Wij kennen 6 satellieten van Pluto, waaronder Charon, de grootste, met een diameter van 1212 kilometer. Pluto en Charon trekken elkaar door hun gelijke krachten aan en draaien de een rond de ander rond hetzelfde centrale punt. Ik stel nu voor om onze reis nog verder voor te zetten. Voorbij ons zonnestelsel om de verborgen schatten van onze Melkweg te ontdekken. Laten we de arm van Orion verlaten en op weg gaan naar Sirius, deze heldere ster die onze aardse ogen aantrekt zodra de zon verzwakt. Gelegen in het sterrenbeeld Grote Hond, achter de beroemde Orion, is deze witte ster die net boven onze horizonlijn schittert de helderste ster na onze zon. Bovendien is Sirius A 1,8 keer groter dan onze zon en 2,3 keer massiever. Zijn temperatuur is meer dan 9600 graden Celsius. Zijn helderheid wordt dus verklaard door zijn grotere helderheid dan de zon, maar vooral door zijn nabijheid tot ons zonnestelsel. Sirius bevindt zich op meer dan 8 lichtjaar van onze planeet Aarde. Deze ster evolueert niet alleen in ons Melkwegstelsel, want het is een dubbelster. Sirius A wordt namelijk in zijn omwenteling begeleid door Sirius B, die zelf een witte dwerg is. Ik stel u voor dat u nog 25 lichtjaar verder gaat om een exoplaneet te ontdekken die zich bevindt in het sterrenbeeld Leeuw, Gliese 436b. Deze is op een afstand van ongeveer 33 lichtjaar van de aarde vrij spectaculair. Als zijn massa gelijk is aan die van onze planeet aarde, is het geen groot hemellichaam. Maar we kunnen zijn enorme kometenstaart, bestaande uit waterstof en de wolk die hem omringt, bijgenaamd Behemoth, bewonderen. Deze rode dwerg lijkt op een reuzenkomeet. Ondanks een temperatuur van ongeveer 250 graden Celsius hebben zijn belangrijkste elementen het vreemde uiterlijk van heet ijs, dat in vaste toestand wordt gehouden dankzij de hoge druk van de buitenste laag, samengeperst door de zwaartekracht van de planeet. Wat als ik u zou vertellen dat ik u op slechts een handvol lichtjaren afstand naar een superaardse planeet kan brengen? Op 7 lichtjaar afstand, in het sterrenbeeld Ophiuchus, draait een planeet rond de ster Gliese 1214. En je zult je ogen niet geloven. Dit is waarschijnlijk de eerste planeetoceaan, Gliese 1214b. Hij staat 40 lichtjaar van ons zonnestelsel af en zijn diameter is ongeveer 2,5 keer groter dan die van de planeet Aarde. De temperatuur van zijn oppervlak, geschat op 200 graden Celsius, wordt gehandhaafd door een dikke atmosfeer die het broeikaseffect versterkt. Gliese 1214b is geheel bedekt met water en bestaat voor 75% uit ijs en voor 25% uit rots en metaal. De oceaan van ijs die de planeet volledig bedekt schijnt een diepte van 13.000 kilometer te hebben. De straal van zijn rotsachtige kern bedraagt slechts 4.000 kilometer. Helaas blijft de aanwezigheid van leven, zoals wij dat kennen, onwaarschijnlijk. Vooralsnog. Laten we nu nog verder gaan.
laten we nog eens 450 lichtjaar verder reizen naar het sterrenbeeld Eenhoorn om een andere superaarde te ontdekken, Koerot 7b. Deze planeet wordt beschouwd als de kleinste tellurische planeet die buiten ons zonnestelsel is ontdekt. Zijn massa wordt geschat op 5 keer die van de aarde en zijn diameter op 1,7 keer die van de aarde, waardoor hij in de categorie van de lichtste exoplaneten valt die tot nu toe zijn geïnventariseerd. Koerot 7b krijgt dus de rang van superaarde. Hij maakt de omwenteling om zijn ster Koerot 7 in 20 uur. Deze omwenteling is des te sneller omdat beide sterren slechts 2,5 miljoen kilometer van elkaar verwijderd zijn. Koerot 7b is dus de dichtstbijzijnde en snelste exoplaneet van zijn ster, met een omloopsnelheid van 750.000 km per uur. Maar dit onderscheid geeft deze exoplaneet ook een onwelkom klimaat, met temperaturen van meer dan 2000 graden Celsius aan de kant die aan zijn ster is blootgesteld. En omgekeerd, aan de verborgen kant, minder dan 200 graden Celsius. Deze exoplaneet moet zeker bedekt zijn met lava of kokende oceanen. Recente studies hebben de aanwezigheid van een tweede superaarde ontdekt, Koerot 7c, waarvan de massa 8 keer zo groot is als die van de aarde. Deze planeet staat verder van de ster Koerot 7 af en draait in 3 dagen en 17 uur om zijn ster. Laten we na deze zwoele stop onze reis voortzetten naar het sterrenbeeld Cygnus. Hier wacht u nog een verrassing, op 1550 lichtjaar van de aarde. Dit sterrenbeeld wordt doorkruist door onze Melkweg en bevat dus verschillende sterrenhopen en nevels. Verschillende heldere sterren zijn gemakkelijk te zien, waaronder één in het bijzonder, Deneb. Deze markeert één van de hoeken van de zomerdriehoek die gedurende alle zomernachten zichtbaar is. Deze witte superreus is ook de helderste in deze driehoek. De andere twee zijn Altair, die zich in het sterrenbeeld Adelaar bevindt, en Vega, in het sterrenbeeld Lier. Maar laten we teruggaan naar het hart van het sterrenbeeld Cygnus, om in een drievoudig sterrensysteem een exoplaneet met de naam HD188753AB te ontdekken. Deze planeet, die zich op ongeveer 151 lichtjaar van de aarde bevindt, is van het type hete Jupiter. Dat betekent dat hij eveneens een gasreus is. Deze planeet is echter slechts 8 miljoen kilometer van zijn hoofdster verwijderd. 7 keer minder dan de afstand tussen Mercurius en de zon. Zijn baan plaatst hem tussen de hoofdster en de andere twee, die veel verder weg staan. Deze twee, die om elkaar heen draaien, voltooien hun omwenteling om de hoofdster in meer dan 25 jaar, terwijl de planeet aan 80 uur genoeg heeft om deze te voltooien. Ik laat u het uitzicht vanaf deze planeet met 3 sterren voorstellen. Als je ondergedompeld wilt worden in een sterrenhemel, moeten we naar open clusters kijken. Echte juwelenkistjes van de kosmos. Ze groeperen tussen de 100 en 10.000 sterren van dezelfde leeftijd en zijn met elkaar verbonden door gravitatie. Op ongeveer 444 lichtjaar van de aarde, in het zeer oude sterrenbeeld Stier, staan de Pleiaden of de M45-cluster, die de mooiste open sterrenhoop aan de nachtelijke hemel vormen. Er zijn bijna 3000 sterren in deze sterrenhoop, waarvan er in de herfst vanaf de aarde een tiental met het blote oog zichtbaar zijn. Uw galactische reis voert u door een stofwolk die het sterrenlicht reflecteert. In het hart van deze nevel bevinden zich onder de helderste sterren 9 sterren met name uit de Griekse mythologie. Atlas, een Pleione en hun 7 dochters. Asterope, Merope, Electra, Maia, Taygetus, Seleno en Alcyone verlichten de ruimte met hun helderheid.
Asterope heeft bovendien de bijzonderheid een dubbelster te zijn. De Wild Duck Cluster, ook wel M11 genoemd, bevindt zich in het sterrenbeeld Sobieski's schild, op ongeveer 6120 lichtjaar van de aarde. Het is de meest drukke open sterrenhoop, met ongeveer 3000 sterren. De dichtheid is belangrijk, omdat de sterren gemiddeld slechts 1 lichtjaar van elkaar verwijderd zijn. Bovendien zijn sommige sterren gele reuzen, die zeer helder zijn. Deze sterrenhoop moet 220 miljoen jaar bestaan. Maar men kan geen open clusters verkennen zonder een tussenstop te maken in de dubbele Perseus-cluster. Deze twee clusters, NGC 884 en NGC 869, bevinden zich op de grens tussen Cassiopeia en Perseus en zijn ongeveer 10 miljoen jaar oud. Ze zijn ontstaan uit dezelfde interstellaire wolk, staan relatief dicht bij elkaar en lijken op het eerste gezicht één en dezelfde. Hoewel ze allebei veel blauwe en witte superreuzen bevatten, heeft alleen de tweede een aanzienlijk aantal rode superreuzen, wat bevestigt dat hij zich in een verder gevorderd stadium van stellaire evolutie bevindt. Wilt u nog meer helderheid, nog meer schittering? Bolvormige sterrenhopen overtreffen de open sterrenhopen. Bolvormige sterrenhopen zijn zeer dichte stellaire clusters, die enkele honderdduizenden sterren kunnen bevatten, verdeeld in een bol die enkele honderden lichtjaren groot kan zijn. Deze bolhopen met 1000 sterren bevinden zich in de galactische halo en draaien rond de kern van ons Melkwegstelsel. Er zijn 158 bolvormige sterrenhopen geïdentificeerd in onze Melkweg, maar ze zijn zeker 10 tot 20 keer talrijker. De helft van deze clusters bevindt zich in de buurt van de sterrenbeelden Boogschutter, Ophiuchus en Schorpioen. Hun sterren zijn meer dan 10 miljard jaar oud, even oud als de oudste sterren in onze Melkweg. Laten we eens nader kijken naar een van de bekendste bolvormige sterrenhopen, de grote Herculescluster, of M13 in de Messier-catalogus. Deze bolvormige sterrenhoop bevindt zich op meer dan 25.000 lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Hercules en is een van de grootste objecten in de catalogus die in 1774 door Charles Messier werd samengesteld. M13 bevindt zich aan de rand van onze Melkweg en verzamelt enkele honderdduizenden kleine, koude en rode sterren. Hij is met het blote oog zichtbaar vanaf het noordelijk halfrond van onze aarde en verschijnt in de duisternis van de hemel als een ronde, vage vlek. Als je deze cluster nadert, die 145 lichtjaar in diameter meet, weet je niet waar je moet kijken omdat er zoveel sterren zijn. In feite is het centrum van M13, waar de concentratie van sterren het grootst is, gemakkelijk te vinden. De nabijheid van de sterren is zodanig dat sommige botsingen onvermijdelijk zijn, waardoor jonge, massieve sterren ontstaan, de blauwe achterblijvers. Deze laatste zijn dan zeer talrijk in het hart van de sterrenhoop. Sommige van hen, eerder rood-oranje, komen aan het eind van hun leven. Hun oppervlaktetemperatuur daalt tussen 2000 en 4000 graden Celsius. De andere, van koude kleur, blauw en wit, staan dus aan het begin van hun leven. Hun temperatuur kan oplopen tot 20.000 graden Celsius. Maar onder deze myriade van lichtgevende sterren onderscheidt één ster zich van de andere door zijn helderheid. Het is de veranderlijke ster V11 die tot de rode reuzen behoort. Er zijn momenteel 64 variabele sterren, waaronder V11, maar de ontdekkingen gaan door. De laatste dateert van 2022. Maar wat gebeurt er als een ster verdwijnt? We hebben het inderdaad over rode reuzen die aan het eind van hun leven zijn,
Maar wat gebeurt er met hen als ze sterven? Wat gebeurt er met de materie waaruit ze bestaan? Voor de sterren die massief genoeg zijn, veroorzaken deze sterren op het moment van hun verdwijning een gigantische explosie in het heelal. Dit wordt een supernova genoemd. Voor anderen, zoals onze zon, die aan het eind van zijn leven niet heet genoeg is, zal hij geleidelijk uitsterven tot hij een dode ster wordt, die een zwarte dwerg wordt genoemd. Voor de anderen, die de kans zouden krijgen om te herleven in de vorm van een gigantische explosie, supernova genoemd, komt een wolk van gas en stof vrij. De brokstukken vormen dan samen een interstellaire wolk die, net als de ster, bestaat uit gas en stof. In deze wolken worden sterren geboren. Het is dus een oneindige cyclus, want, zoals we al weten, worden de sterren geboren uit de agglomeratie van materialen binnen een nevel. De gassen in dit agglomeraat roteren zeer snel, waardoor de temperatuur stijgt en dus een kernreactie ontstaat. De gasbol wordt dan een ster die helder schijnt, omgeven door een min of meer dichte nevel. Sommige heldere nevels maken deel uit van diffuse nevels. Dit zijn emissienevels die licht uitstralen van het gas waaruit ze bestaan. Of reflectienevels die licht weerkaatsen van nabije sterren. Van andere nevels wordt gezegd dat ze obscuur zijn, omdat ze het licht blokkeren. Maar we kunnen niet volstaan met het onderscheiden van slechts twee categorieën nevels. Sommige zijn nog bijzonderder. Dit is het geval met de paardenkopnevel, gelegen in het sterrenbeeld Orion. Deze donkere nevel staat naast een heldere nevel. Deze laatste geeft een rode kleur aan de waterstof die hen scheidt. De paardenkopnevel, bestaande uit een dichte wolk van gas en stof, steekt sierlijk af tegen deze rode achtergrond. In het sterrenbeeld Boogschutter is een andere nevel nog sensationeler. De Trifidnevel, oftewel M20. Trifid is het 20ste object in de Messier-catalogus. Hij bevindt zich dicht bij de centrale uitstulping van onze Melkweg. Deze emissienevel heeft de bijzonderheid dat hij wordt doorkruist door een donkere, gedigitaliseerde nevel die hem zijn kenmerkende uiterlijk geeft. Deze relatief heldere schijf, met een vrij regelmatige helderheid, behalve in de meanders van de donkere nevel, is verbonden met een tweede, iets kleinere schijf. In het hart van elk van deze twee schijven zien we een ster, waarvan één drievoudig. Het ene deel, bestaande uit geïoniseerde waterstof, zendt een rood licht uit, terwijl het andere deel, dat een nevel is door reflectie, een blauwachtig licht uitzendt. Nog steeds in hetzelfde sterrenbeeld is de Laguna-nevel M8 één van de meest uitzonderlijke nevels. Het is een enorme wolk van waterstof en stof die wordt verlicht door een blauwe superreus, de ster van Sagittarius. Deze laatste, 2 miljoen keer helderder dan onze zon, maakt het onder zeer goede omstandigheden mogelijk deze nevel vanaf de aarde met het blote oog waar te nemen. Hij is ongeveer 110 lichtjaar groot en bevat een prachtige open sterrenhoop van jonge en zeer hete sterren. Als nevels een min of meer sterke helderheid en gevarieerde kleuren kunnen hebben, zijn planetaire nevels nog spectaculairder. Deze hemellichamen, samengesteld uit ijlgas, plasma of interstellaire stof, hebben de vorm van schijven, zoals planeten, vandaar hun naam. Ik stel voor om naar het sterrenbeeld Lyra te gaan, om de planetaire nevel ervan te ontdekken. M57, ook wel de ringnevel genoemd. Hij is 3000 tot 6000 jaar oud en ziet eruit als een ring, met een diameter van niet minder dan 2,4 lichtjaar. Het centrale deel is vrij donker, omdat het bijna alleen ultraviolette straling uitzendt. Maar
De buitenste ring neemt steeds meer lichtgevende kleuren aan. Van groen tot geel, oranje tot rood. Deze nevel blijkt te bestaan uit de brokstukken van een ster aan het eind van zijn leven, waarvan de enkele duizenden jaren geleden uitgestoten gassen deze buitengewone ring vormen. We zijn door de Melkweg gereisd en hebben de verste uithoeken ervan bereikt. We hebben echter nog niet het centrale gebied bereikt waar onze Melkweg omheen draait. De galactische armen die we hebben bezocht en die zoveel kosmische wonderen bevatten, hebben allemaal een gemeenschappelijk beginpunt, gelegen op bijna 26.673 lichtjaar van ons zonnestelsel. Het is het lichtgevende centrum van de Melkweg, waarin een superzwaar zwart gat schuilgaat onder dikke stof- en gaswolken. Dit enorme zwarte gat heet Sagittarius A. Als een enorme donut slokt het in zijn centrum al het licht op dat het nadert. Zijn oranje ring, met torische vorm, is zijn accretieschijf. Deze bestaat uit oververhit gas dat rond het zwarte gat draait en in licht uiteenvalt. Sagittarius A meet 12 miljoen kilometer in diameter en zijn massa is meer dan 4 miljoen keer die van onze zon. Maar laten we oppassen dat we niet te dichtbij komen. De zwaartekracht van Sagittarius A is zodanig dat hij alles opzuigt wat in zijn buurt komt, zonder zijn vangsten ooit een kans te geven om te ontsnappen. Tenzij, misschien het sneller kan dan de lichtsnelheid. Wat als Sagittarius A een sterrenpoort was die ons naar andere horizonten leidt? Welkom